Vind jij wonen in een rustige woonstraat vlakbij alle voorzieningen belangrijk? Ga dan met mij samen kijken naar dit hele leuke huis uit 1907. Mijn naam is Ellen Mouthaan, Ellen Mouthaan Makerdij, en dit is de Julianenlaan 16 in Naarden. En dit huis wil ik aan je laten zien. De ligging is echt top. De vesting op een paar minuten lopen afstand. Het station Naarden-Bussum een paar minuten die kant op. Winkels, de oprit naar de A1, scholen, alles in de nabijheid. En de straat zelf is echt super rustig en fantastisch als je kinderen hebt, want die kunnen hier echt letterlijk nog op straat spelen. Dit huis heeft nog van die hele mooie originele details. Kijk eens naar het glas in lood. Heel perfect in dubbel glas gevat, maar ook naar die dakrand. Overal zie je leuke, verrassende details. Dit huis heeft een hele leuke achtertuin, maar ook een hele fijne voortuin waar je ook aan het eind van de dag heerlijk kunt eten. En misschien zeg je wel, ik ga hier eten en de kinderen gaan achter. Of juist, de kinderen gaan hier op de trampoline en je gaat zelf achter zitten. Keuze genoeg. Dit huis uit 1907 heeft een fantastisch mooi plafond. Origineel leer nog. En kijk eens even aan die ensuite deuren. Dat de combinatie met die hoogte, een en al sfeer wat je hier ziet. Aan de achterzijde de eetkamer en suite, de openstaande deuren naar de tuin en een doorloop naar de fantastische keuken met heel veel werk- en bergruimte. De keuken loopt over in de speelhoek, werkhoek, kijk eens naar het mooie blad en dan twee treetjes lager heb je een extra ruimte. Bijkeuken, sportruimte, maar misschien wil je er ook wel een werkkamer van maken. De eerste verdieping heeft twee hele grote slaapkamers, een wat kleinere, hele leuke kinderkamer, werkkamer en de grote verrassing is de badkamer. Kijk even hier. Twee douches en een lichtbad. Wauw. En de cv-installatie is zo aangepast dat je ook echt tegelijkertijd kunt douchen en ook nog tegelijkertijd iemand in bad kan. Dit huis heeft ook echt een heel mooi groot balkon. En als je op het balkon staat, dan kun je ook gewoon echt om je heen kijken. En dan zie je eigenlijk hoe gevarieerd, hoe mooi de wijk is. 30e jaren huizen, huizen uit 1900. En ik denk ook veel meer huizen uit 1907, want dat is het bouwjaar van dit huis. En dan nog boven. Op de zolderverdieping hebben we twee kamers. Eentje met een grote dakkapel en de ander zou even ook nog een dakkapel op kunnen. Twee hele leuke kinderkamers. Dus totaal heb je hier vijf slaapwerkkamers en een hele grote badkamer. De achtertuin heeft een heel mooi formaat. Het is een beetje, ja, niet helemaal direct achter het huis, maar ook een beetje daarnaast. En kijk eens, wat een heerlijk terras. En dan de grote verrassing van dit huis, die vind je daar. Dit is dus die hele grote verrassing. Echt een buitenkamer met een buitenkeuken en een heater. Natuurlijk eigenlijk zomer en winter een fantastische plek om gewoon te genieten. Te luisteren naar het geluid van de vogeltjes. En gewoon bij te komen van een drukke dag. En dan hierachter zit nog een hele leuke kleine kamer. Ja, als je even terug wilt trekken, dan heb je daar nog een aparte ruimte. Wil je dit hele leuke huis van binnen komen bekijken? Maak dan even een afspraak met ons. Je kunt ons bereiken via WhatsApp, telefoon en ga naar www.julianenlaan16.nl. En ik of een van mijn collega's zien je heel graag hier in het hele leuke huis in Naarden.